computer of je telefoon. Iedereen kan internet en dat is heel gewoon. Het is ook best wel spannend en ontzettend groot. Let op wat je doet en geef jezelf niet bloot. Praat met je ouders over alles wat je doet. Wat je schrijft, wat je leest, wat je ziet en zoekt. Meestal is het leuk, maar ook af en toe is het iets vervelends, dus vertel het pa en moe. Internet is leuk, dus gebruik het dan ook goed. Volg nu deze tips, dan weet je hoe het moet. Hey! Als je over mensen praat, doe dat met respect. Pesten is niet leuk, dus ook niet op internet. En ook bij het uploaden van foto's of geluid. Vraag dan of het mag, dat maakt echt heel veel uit. Hey! Iedereen kan zien wat je doet op internet. Je broer, je zus, je pa, je ma, oom Henk en tante Jet. Dus wees voorzichtig wat je allemaal vertelt. Dat je niet te veel over jezelf en anderen meldt. Internet is leuk, dus gebruik het dan ook goed. Volg nu deze tips, dan weet je hoe het moet. Hey! Denk goed of het waar is wat anderen vertellen. Zeker als het gratis is of als je moet bestellen. Vraag het als je twijfelt, gerust even na. Aan je juf, je meester, je moeder of je pa. Doe niet zomaar alles wat anderen je vragen. Als je iets niet wilt, mag je daar best over klagen. Volg altijd je gevoel, maar denk met je verstand. Dan komt alles goed, is er niets aan de hand. Internet is leuk, dus gebruik het dan ook goed. Volg nu deze tips, dan weet je hoe het moet. Zing nu met z'n allen dit liedje nog eens door. Internet is leuk, dus zingen wij in koor. Internet is leuk, dus gebruik het dan ook goed. Volg nu deze tips, dan weet je hoe het moet. Zing nu met z'n allen dit liedje nog eens door. Internet is leuk, en ik snap het.